Dus ze mogen de snelste winnen, jongens. En degene die niet over de kop slaat, want dat kan nog wel eens gebeuren met het karretje. Hoi! Oh, wow! Oh, we hebben de muur op! Oké, let op wel op de kop. Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Yara Race aflevering. Hier natuurlijk op GTA 5. Ik zit hier vandaag samen met Rowan. Hallo. En Ryan. Hi. Hallo. En we gaan natuurlijk weer drie van jullie gemaakte races racen. Dus vind je dat leuk? Ram natuurlijk zo'n kaart op like, dat zou ik super doof vinden. En aan het einde van de race geven we de race natuurlijk ook nog eens een cijfertje van 1 tot en met 10. Waarin 10 het hoogste is. Dus thanks allemaal voor het intunen. Ik lig derde, oh, jongens. Vijfde nu. Ik lig laatste. Ken je deze race? Ja, hij komt hier net de waarheid aan. Hier, ja, dat zie ik ook, ja! Nee, hier de bocht toe en hier ik zie... de waarheid. Zo! Nee, ik heb deze race al gedaan, hè. Je hebt gewoon al allemaal races geraced, jij. Nee, gewoon... In zijn vrije tijd probeert Ryan beter te worden. Klaar. Oh! Ja. Hij is wel vet, moet ik zeggen. Ja, als je laatste race doet. Oh, yo! Oh, hier zijn mensen, oké. Okay. Oh, de waarheid. Ik val hem! Oh, echt? Goed dan! Ik, heb hem als tweede gehaald. Ik lig tweede op dit moment. Ik val. Het zijn 4 laps in totaal, jongens. Dus succes. Oh. Wow, yo. Hij is wel vet, hoor. Ook dat vuurwerk erbij als je er langs rijdt. Wow, yo, wow, yo, wow, yo. Ja, die wall is wel dan je kijk. Ja, als je hem haalt. Er zijn 4 laps. Ja, ik haal hem weer. Zo. Ja, ik haal hem niet. Ik ook niet. Ja, dan ga je hem wel halen, hè. Ik wil niet goed dat. Oh. Als je... Waar kom je niet goed uit dan? Keer. Ja, hier wel. Ja, maar waar? Waar? Bij de switch. Je moet wel daaronder gewoon tegen het muurtje aanrijden. Ja, ja, ja. Maar kom niet bij de switch weer uit. Ik ga meteen naar beneden. Nu zet ik erop. Ik heb er geen last van. Zet ik, erop. Ik ook. Oh, nice. Okay, oh, hier gaat iemand helemaal verkeerd. Ik ben er alweer bijna langs. Ik rij nu alweer. Ik sta aan het einde. Ik sta 11e. Ik sta tweede nog steeds. Ik heb hem weer in één keer gehaald. Oh, wat dat ik deze heb gedaan, was ik eerste. Ik lig nu ja, nog steeds tweede. Die gast die voor me ligt, die loopt wel bij me uit. Want die maakt de bocht echt super, super nice. Maar ik heb hem wel 2 keer in één keer gehaald. Als ik dat nog 2 keer kan doen, dan vind ik het best. Nee, helemaal niet. Te veel. Jij ligt 11e, bro. Helemaal niet. Ja, dat zei je net! En nu sta ik alweer verder. Lig je nu 10e dan? Nee. Oh, nu lig je 12. Ja, maar dan ben je toch niet verder? Dan ben je zo. Nee. Hij is minder ver. Het scorebord klopt niet. Ja, dat zou ik ook zeggen. Nu beginnen de smoesjes nee, al. Nee, hoor. Nee, nee, sta 9e, nu 8e. Oh. Iemand stuurt me een berichtje, ik haal het niet. Ja, dan moet jij goed sturen, jong. Ik haal hem makkelijk, hoor. Hij doet het ja, ja, ik ook, ik ook. Ik haal hem eindelijk, hé. Oh, lekker, nee, hoor. Nog een keer. Is hier nog 3 keer. Is er wel een ding? Is er wel een? Hoe heet dat nou? Checkpoint. Oh, nee. Ik helemaal blij met de eerste. Oh, Peppy heeft me gehaald. Oh, je hebt alleen de eerste gehaald! Ja, dat eerste klein stuk, ja, dat ja, maar dan moet je wel in 1 keer verder, bro! Oei, 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 oei. Oh my god, ouwe! Heb je ooit in je leven een waarheid gedaan? Ja, ja, dat wel, maar of ik er goed in ben? Oh, ja, de eerste dat is een andere vraag. Ja, weer crash, oh. Ik ja, ben ja, je kan eerste worden, eerste is ik. Oh, echt? Ja. Oh ja, ik lig eerste, ik lig eerste, ik lig eerste! Oké, okay, oh, nice! Ik zei nog, ik moet mijn geld inzetten op Jan. Ja, dit is ook meteen de laatste lap, dus als ik hem gewoon nu in 1 keer haal, dan ben ik eerste, jongen! Ja, ik krijg hem in de beastboot! Ja, hem niet lappen. Oh, wacht, nu lig ik weer tweede, wat dat klopt niet volgens mij. Oh, nice, ik crash er weer iemand. Ik lig eerste, vuurwerkjes naast me. Let's go, op de wall ride! Ik heb de wall ride. Ja, ik haal hem, jongens, ik ben eerste. Wat krijg ik van jullie? Zakgeld. Zakgeld, nou, ik heb me 1 cent verdiend. Dus dankjewel, Ryan. Ja, maar ik zag alle zakgeld is daar om het jaar, hè. Oh, dan krijg ik 1 set per jaar. Oh. Okay. Dat is wel... Dankjewel, Ryan. Dat ja, nee, precies. Dan kan ik... wat kan je van 1 cent kopen? Helemaal niks, denk ik. Of ja, wel? Wat dan? Een andere 1 cent. Nee, ik kan wel gaan ruilen, hè. Dat je steeds weer een stukje omhoog gaat, zeg maar. Als je van 1 cent maak je een pen en van een ja, pen maak je 10 cent. Of, als ik nu dat... 50 euro geef van jou en jij geeft me 500. Ja. En ik zet er gewoon bij mijn 50 nog een nulletje achter. Ja. Dan is dat dan goed? Ja, dan haal je alle twee 500. Ik vind het best, hoor. Oh, ja, okay. Daar hebben we alleen alle twee geen reet aan. Ik vond het wel een goede race, jongens. We moeten natuurlijk een cijfertje geven. Ik heb er eigenlijk niks op aan te merken. Ik wel.
Ik geef hem een... ja, ik heb er niks over te zeggen. Ik geef hem gewoon 8,5. Goede race. Wat cijfers geef jij hem, Ryan? Jezus. Een 8,45. 8,45. Ah, Rowan! Ja! En wat voor cijfer geef jij hem, Rowan? Ja, ik vind het echt wel gek gemaakt, die switch. Tot dat gedeelte heb ik hem gezien. En tot dat gedeelte vind ik hem echt wel een... Maar daar is ook de finish. Als je hem daar hebt gehaald, dan ben je meteen bij lap 2, zeg maar. Oh. Ah, heb je geen hele lap gehaald? Dan nee, hij heeft nog geen enkele lap gehaald. Ik ben hem aan het spectaten. Oh, nu ben ik de slechtste. Oh. Ja, ik weet het wat voor cijfer geef je hem, Robin? Een 8. Een 8. Nou, dat is gewoon een goede eerste race. Wat we dan meteen gaan doen, is we gaan natuurlijk door naar de tweede race. Daar zijn we dan in natuurlijk race nummer 2. Dit is letterlijk een demolition race. Oftewel beuken en alles wat erbij komt is toegestaan. maar het is en blijft natuurlijk wel een race. Dus succes achter me. Jan, heb je de bocht? Oh my god, ik sta nu al achter tevoren. Ja. Daar gaan we. Ja, dit is wel de eerste race die we doen waar je mag beuken. Dit is echt een autocross. Ja, maar kijk ook al die klote auto's, jongen. Dit is wel mooi, ja, hoor. Dit. Hou je mond, joh. Ik lig tweede, hoor. Ga jij aan de kant dan? Mip, mip. Ik ben wel blij dat de GTA je auto niet echt kapot kan. Niet dat er een wiel zo in één keer afvliegt. Dat is wel nice, hè. Ja, dat wel, ja. Ga aan de kant iedereen. Beuk je omver. Ik beuk je omver. Ik ga andere richting. Hoi, ik ga weg. Ik ga de andere richting in. Ja, ik ben gewoon door aan het racen. Ik kan wel gaan lopen. Oh nee, ik sta achter. Ben je met Dora aan het racen? Ja, ik ben gewoon... nee, ik ben niet met Dora aan het racen. Ik ben door aan het racen. Ah. Ja, misschien is met Dora racen wel leuk, hè? Je weet het niet. Racen met Dora. Ja, precies. Op de kaart. Zo, jongen. Oh. Die auto's die glippen weg, joh. Ja, ja, gezond. Ja. Ho. Ho. Ja, alles onder controle. Best lastig. Oh, ik was zo tegen de zijkant aangebeukt, maar ik mag! Die draait niet in een bocht, die reed gewoon rechtdoor volop tegen mij. Oh, echt? Ja. Ja, hij wou hier gewoon beuken, hè? Ik heb hem wel door. Die vet, oh, deze vet schept ook weg. Ik terug om mee te beuken. Ja. Ja, het mag, hè? Het is een demolition derby. Alles mag. Jongen, hier komt oh nee, deze vet rijdt inderdaad. Oh nee, rijd jij niet met degene die terugrijdt, dikke, hè? Ja, maar die vet, dit even. Jongen. Kijk. Oh. Zit hij heel de tijd jou te beuken? Ja, ik kan niet beuken. Je slift ook echt knijterhard weg overal, jongen. Gaat helemaal nergens over. To the left. Oh, er komt er weer een aan, hoor. Ik sta zevende nu. Kom op, gassen, jongens. Woe! Oh, jongen. Ik ga 10.000 keer over de kop hier. Hoi, dank je voor het setje, want ik sta weer op mijn wieltjes. Nee, brandje aan de kant. Nee, die vent ken ik. Oh, dat is we moeten serieus 8 rondjes rijden, nou, hè. Dat is niet normaal. Oh, ik zie oh nee, er gaat weer iemand de andere kant op. Jan, ik zie gewoon die oude namen die met beuken terug. Ja, maar iedereen moet jou altijd hebben. Oh, hier zijn ze ook gecrashed. Later, jongens. Brandje en Kaya zijn echt de beukers. Het is ook echt super irritant dat het aan het regenen is, jongen. Dat maakt het nog wat vervelend. Oh, iemand ja, op het dak! Autocross, hè. Ja, nee, dat is wel waar. Ik wil dit in het echte keer doen, dit, jongen. Het lijkt me zo vet om een keer het echt te doen. Oh, ik slip helemaal weg. Gewoon zo met twee auto's tegen elkaar rijden. Dan mag je wel eventjes een rijbewijs gewoon. Nee, maar het is fixen. Veel vetter als je op deze manier een race ja, doet. Eerst dit, in de modder. En dat je gewoon eigenlijk mag beuken. Dat is toch echt dope. Haal aan de kant! Gewoon iedereen een autootje kopen voor 100 euro. Want je kan best wel echt een krot van een auto vinden voor 100 euro. Ja, gewoon eerst alles uithalen. Ja, precies. En dan... En dan gewoon met z'n allen zo'n race gaan doen. Dat is ja, toch geniaal. Ja, eerst zo'n race en dan als die auto nog doet, gewoon met z'n twee tegen elkaar. Totdat hij niet meer kan rijden. Totdat hij niet meer kan rijden, inderdaad. Gewoon doorgaan totdat hij ja, echt één keer in het jaar is dat bij ons. Ja, dat doen ze wel op meerdere plekken, maar... Oh. Hey, Roye. Het lijkt me wel een keer vet om maar mee te doen. Weet je, vandaag was er een autocrossbu mee. Oh, echt? Ja. Gaat het gewoon door de stad of zo? Of, Nee. Gewoon een. Ja, en dan zo'n rally. Rally in het echt is ook wel dope hoor. Dan rijden ze gewoon dwars van die steden heen. Dat is niet gezond. Oh, ja. De hele kleine boerenweggetjes, weet je wel. Planen uit. Maar ja, auto's zijn gewoon vet. Alles wat je in de auto doet is vet. Ja, wow, ik heb vandaag zo'n oude Ford Mustang gezien. Nou, oh, echt? Van 40 jaar geleden, of ik weet niet hoeveel, echt. Nou, dat zijn mooie auto's hoor. Oei, ja. Joh. Er gaat een. Er is een Ford Mustang in de verkoop. Uit 1969. Dat ding dat kost iets van 200.000 of maar zo. Die, joh. Dat gaat helemaal nergens over. Die dingen zijn echt groot en lang. Bro, serieus, wie is dit ouwe? Niet doen. Dat vind ik niet leuk. Nee, jongens!
Ik was zo lekker aan het racen en nu moeten jullie maar... Iedereen is omgedraaid om mij te beuken nu, hè? Echt? Iedereen, er staan hier 5 mensen of zo om me te wachten, jongen. Wow, ik ben... Oh! Wow! Ik ging bijna over de muren heen! Jan is hier waarschijnlijk, hoppa. Ja, ik zit hier. Iedereen die hier achterstevoren zit, die zit bij mij, ouwe. Are you kidding me? Ik vol hem met de punt op. Zo. Zo'n berg. Hoeveelste liggen jullie, jongens? Ik heb het gewoon allemaal afgesproken, Jan. Nee. Hoeveelste liggen jullie? 24ste. 18e. 24ste? Ja. Echt? Ik lig 8ste nog. Ik pak geen checkpoints, denk ik. Of wel? Checkpoints kan je niet missen. Oh, joh, ik sta weer achter voren. Nee, dat moet niet. Dan gaan ze me beuken namelijk. Jan, aan de kant. Hou je mond, joh. Nee, maar... Ja. Ze zeggen tegen mij aan de kant. Je bent niet eens bij mij. Nee, maar... Ik dacht al, je zit niet eens bij me in de buurt, wat zie ik nou te lullen, joh, jij? Ja, maar iedereen zit met de beuken. Ja, mij ook. Ze staan gewoon stil. Ja, dat klopt, daarom moet je er snel langs, hè. Maar welke kleur ben je, Jan? Ik ben zwart. Ik ook. En ik heb een roze pakje aan. Oh, thanks, ik weet niet wie me daar beukte, maar dat helpt eigenlijk wel. Chiefstan, ik ga gewoon respawnen ook, ik ga het niet eens proberen. Hé, Jan, jongen. Ik ga gewoon respawnen, dan kan ik door ze heen rijden namelijk. Geen probleem, jongens. Kijk, dan lossen we het op deze manier op. Weer al gebeurd, zo, dan kan ik weer doorrijden. Nu heb ik ook weer een mooie auto namelijk. Niet zo'n ingehakte, gebeukte auto. Zo! Dan plofte daar iemand ook. Oh, hier ligt iemand op de zijkant. Dus daar sta je, Jan. Hier staat weer iemand te wachten. Ik sta 11e nu. Ben je laatste lap? Dat denk ik wel, ja. Oh, rijdt hier iemand terug, hoor. Jammer, jongen. Ja, echt waar, jongen. Zit jou ook de hele tijd te beuken. Oh. Nee, echt. Nee. Oh, iemand is al gefinished, hoor. Ik ben jullie helemaal niet tegengekomen, hè. Ik hoor Ryan. Ik weet ook niet waar Ryan ligt, joh. Ja, maar ze zitten met mijn drieën in mijn app te sleutelen. Nee, dat wordt een DNF'je, Ryan. Dat wordt een DNF'je. Oh my god, dat is een zes. Ik sta nu 90, ik kan er... Oh nee, ik moet er ook nog langs! Ik zie het hier op de map gewoon. Nee, oké, Wessel, ik ben langzaam. Oh, ze staan niet mij op te wachten, gelukkig. Alleen Ryan op wachten, jongens. Zo mag ik het zien gewoon. Nee! Oh, hier staan ze te wachten, hoor. Oh, ik ben er langs! Oh, let's go! Jammer, jongens, want hier is de finish. See you later, alligators! Ik ben langs allemaal gescheurd, jongen. Niemand heeft me überhaupt aangeraakt gewoon aan het einde. Jammer, jongens. Ah, staan we allemaal op te wachten. Applaus voor jezelf, jongens. Applaus voor jezelf. Hey, Ryan. Ja. Ik denk dat dit een DNF'je gaat worden. Nee, ik ben er bijna als... Ik zit vast. hij zit vast. Nee, ze zitten hier vol op te beuken. Nee. Kom op, Ryan. Kom op, Ryan. je gaat op de verkeerde kant op ook. Oh, nu niet meer. Ga dan weg. Ja, lekker. Je bent voorbij. Maar ja. De DNF count 3 is wel helaas al begonnen. Je moet nog een heel rondje, dus dat ga je niet meer redden, man. Ja, jawel. Nee. Hier is de finish. Echt? Ja, maar hij haalde toch niet. Nou, hij haalde het niet meer. Nu helemaal niet meer. Zo! Zo! Nee! En dan gaat iemand je nog beuken ook? Hé, wat voor cijfers geef je hem, Robin? Hij was lachen, vooral met dat beuken en zo. Dus ik geef hem wel een 8,5. 8,5. Wat cijfer geef jij hem, Ryan? 9. Een 9. Ik ga voor een. Ik ga ook voor een 8,5. Vind ik wel een mooi cijfertje. Lachenrace. Eindelijk een keer een race waar je wel mag beuken. Dat mocht namelijk. Dat stond in de beschrijving. Ja, en een mooi parcoursje zo in de regen. Ik vond hem leuk. Op naar de laatste race. Daar zijn we dan in de laatste race van vandaag. Het is een caddy race zoals je kan zien. Het staat weer op non contact, want we mogen weer niet beuken. Dus we mogen de snelste winnen, jongens. En degene die niet over de kop slaat, want dat kan nog wel eens gebeuren met het karretje. Hoi! Oh, wow! Oh, ik heb de muur op! Oké, let op, wel op de kop. Holy knetter! Ik ben helemaal de muur opgereden daar, jongen. Ik heb mijn pakje aan, hoor. Hoppa. What the heck was dit dan nou weer? Oh. Wow, yo! Jongens, wat is dit dan? Ja, leuk. Ik ben aan het walrijden! Ik ben aan het walrijden! What the heck? Wat is dit? Oh. Ik mis een checkpoint! Oh my god, ik kan niet meer stoppen. Ik kan niet meer stoppen, jongens. Ja, klopt. Okay. Als je eenmaal op die turbo bent. Ja, dan kan je gewoon niet meer stoppen. Oh my god. Oké, nu omdraaien. Dit is briljant, jongen. Dit is geniaal. Nou, daar gaan we weer. Turbootje erbij, waarom niet?
Hoppa, tegen de muur aan. Gaat hij goed bij jullie, jongens? Ja, ik ben gewoon aan het rollen. Ja, oh, ik nu ook. Ik ben gewoon aan het vliegen. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar er ontploffen ook allemaal mensen links en rechts. Ik heb een checkpoint. Zo. Had ik net ook, dan moet je terugrijden, maar dan heb je weer een turbo als je terugrijdt. Oh nee, ik ga er even verkeerd. Oh, ik ga de muur op! Ik ga de verkeerde kant op. Oh, die knetterde, jongen. Ik sta nu weer op 4 wieltjes. Ik sta 15e. Welke kleur bij je? Wit. Oh. Wow, yo, ik krijg een berichtje, je bent een baas. Hey, dankjewel, dankjewel. Zo, ik ben... ik ben aan het vliegen. Oh. Hoeveel staan jullie dan, jongens? Ja, 21ste. 19e. Oh, dus sta ik nog voor jullie. Oh, 18e. Dan doe ik het toch wat beter. Ik sta nu 14e, maar ik ga echt alle kanten op, jongen. Stel je die muur? Weet ik al niet meer, want ik ben aan het vliegen, jongen. Maar ik ga nu naar boven. Ik ben ook bij lap 2. Oh. Ik ga echt knijterhard door nu, jongen. Zo, ik sta nu 11e. Ik zit nu vast tegen de muur aan. Ik moet even omkeren. Hehe. Zo. Nou, dat was weer even leuk hier. Waarom geen contact? Hele auto is in elkaar gebeurd. Door, wat zei je, Ryan? Waarom geen contact? Ja, dat was helemaal gewoon paniek geweest hier. Mijn caddy ziet er al helemaal niet meer uit. Mijn caddy is helemaal aan de klote, jongen. Die van die... Ik zet die van mij, joh. Die van mij is ook helemaal kapot, joh. Geniaal. Ja, je moet een beetje tegen de muur aansturen. Dan ga je op zich nog wel redelijk goed, zeg maar. Ja, klopt. Oh, ik vlieg. Oh, hier is de finish, joh. Zo snel. Ben je nou al een finish? Ja, ik ga nu de finish in. Dat is wel leuk. Hop, ik ben 7e. Geniale race, jongen. Ik geef deze race voor originaliteit een dikke 9 gewoon. Ik vond het briljant. Wat voor cijfer geef jij hem, Ryan? 9,5. Die me vliegen. Nee, ik ben iemand aan het spectaten die denkt slim te zijn door de race achteruit te rijden. Ja, maar dat helpt niet. Nee, dat helpt voor geen reet. Hij staat ook laatste. Wat voor cijfer geef jij nog, Robin? Een 9,2. Hoppatee, dan heb je gewoon een dikke 9 als eindcijfer. Maar ik moet wel even draaien aan de omgeving dingen. Ik kreeg het DNF. Oh, en deze man rijdt de verkeerde kant op nu! Hey Jan, kijk mijn caddy, ik kan niet meer vooruit. Oh, ik ben een gast aan de spectator, die gaat echt helemaal verkeerd, jongen, deze gast. Nee, ik kan geen DNF krijgen. Ja, pas op, jongens. Autootje, ik ga DNF. Jullie hebben nog 4 seconden. Ik heb DNF. Ik heb hem, yes! Hebben jullie DNF? Ik niet. Ryan heeft een DNF, Yes. Ik heb hem nog gefinished. Nou jongens, ja dat is niet goed hè. Mocht jullie hebben genoten van deze video, ram natuurlijk subscribe op, like op, zou ik super doof vinden. Check natuurlijk mijn kanaal uit voor meer. Check Ryan's kanaal uit, check Roze's kanaal uit. En mocht je nog een jaarrace willen maken, kan dat natuurlijk nog altijd. Zorg ervoor dat de jaarrace in de titel staat en zorg ervoor dat er 30 man in de race kunnen joinen. En wie weet... Ga ik dan wel jouw race racen en geven die race natuurlijk ook een mooi cijfertje. En ik had het snelste lap. Yeah! En dan zeg ik bedankt over het kijken, bedankt over de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Doei. Bye bye. Doei.